IJsland is ook interessant, want je hebt die crisis gehad in 2008. Maar wat is er daarvoor gebeurd en daarna? En met de verschillende activa. Aandelen. IJsland zat in een enorme boom, dus die crash komt niet van nergens. IJsland heeft, toen wij onze aandelen stegen met 10%, stegen ze in IJsland met 40%, 50% en 50% per jaar. Ik bedoel, dat is niet normaal. Maar... Uh, wat gebeurt er daarna? Een enorme crash. Eerst een beetje twijfel van de markten en vervolgens totale overgave. En het jaar erop nog eens. Allee, ik bedoel, als je 90% verliest van je kapitaal en dat jaar daarna nog eens min 14%, dan je van minder depressief worden. Want het, einde, het eindresultaat is dat, desondanks dat je, je hier serieus hebt rijk gerekend, ja, dat je nog altijd je koopkracht totaal vernield hebt. Uh, Obligaties, 4%. Goud, 300%. Dus goud heeft de koopkracht echt wel doen toenemen in IJsland. En uh, cash, uh, ça va. Uh, maar, uh, alleen ça va. Helemaal niet ça va, hè, want uh, de, de inflatie is hier uh, 6,9% per jaar. Je ziet dat er hier een schok is in 2008. De inflatie gaat serieus omhoog. Ze is nu terug wat lager. Maar, uh, ja, bon... Uh, de permanente portefeuille heeft dat oké okay gedaan. En deze keer is het weer dankzij goud. Hè? Dat je zelfs in IJsland je koopkracht hebt behouden. Dus ik vind die permanente portefeuille werkt goed in verschillende klimaten. Um, ik moet niet meer van die moeilijke keuzes maken van ga ik nu dat doen uh, of dat? Hè? En uh, wat gaat er gebeuren als ik fout ben? Um, vooral bescherming tegen mijn emoties, want elke, elke bubbel daar loop ik gewoon vierkant in. Ja, ah, het is zo. Uh, en uh, mijn kapitaal is veilig, want als ik denk dat het veilig is, uh, en ik heb mijn handen vrij om mij bezig te houden wat ik graag doe in mijn leven, en uh, niet om mij zorgen te maken over hoe dat mijn geld belegd is. Uh, maar langs de andere kant moet ik ook toegeven, ik bedoel, de permanente portefeuille. Uh, is het gewerkt in het verleden en er is nul procent garantie dat het gaat werken in de toekomst. Hè? Want er kan altijd iets gebeuren dat nog niet gebeurd is. Dus, allee, uh, ik, bedoel, ik zit wel te spreken over gegarandeerd en zo, maar uh, er is niets gegarandeerd. Maar ik weet geen betere oplossing om je kapitaal te spreiden. Hè? Nu, wat ik interessant vind. Is het mogelijk scenario dat we terug in een welvaartsperiode komen? Omdat ik merk dat niemand, 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 niemand dat verwacht. En, en, en Julian Simon is iemand die een boek heeft geschreven, The State of Humanity, waarin dat hij schrijft hoe goed dat eigenlijk gaat met de mensheid: dat onze levensverwachting toeneemt, dat onze welvaart toeneemt, dat we minder moeten werken en al die zaken. Dat we gezonder zijn, dat het leefmilieu erop vooruit gaat. En uh, hij doet dat met statistieken. Hij toont dat echt aan. En uh, hij zegt: uh, This is my long run forecast in brief. The material conditions of life will continue to get better for most people in most countries, most of the time, indefinitely. Within a century or two, all nations and most of humanity will be at or above. ...today's western living standards. I also speculate, however, that many people will continue to think... ...and say that the conditions of life are getting worse. En hij uh, heeft daar groot gelijk in. En dat is ook bij mij het geval. Ik geloof er absoluut niet van dat we naar een welvaartperiode gaan. Maar uh, ik heb wel een goed gevoel dat ik er ook tegen beschermd ben. Doordat ik ook aandelen heb. Ja? En ik weet dat als... Als ik helemaal fout blijk met mijn toekomstvoorspellingen en we krijgen wel welvaart, dat ben ik ook beschermd. ben. Uh, variabele portefeuille. Harry Brown zegt, kijk, oké, okay, je hebt een permanent portefeuille en dat doe je voor het geld dat je absoluut niet wilt verliezen. Ja? Geld dat je later nog nodig gaat hebben voor je pensioen, voor je huis, uh, voor je misschien ziekte of dat je met zoveel mogelijk zekerheid wilt doorgeven aan je kinderen. Um, uh, dat steekt in je permanente portefeuille, dat geeft je het meeste zekerheid dat je het gewoon kunt houden en dat de koopkracht blijft bewaard in elk scenario. Maar, hij zegt, je kunt daarna zonder problemen ook een variabele portefeuille aanleggen waar je in speculeert, waar je in investeert en waar je probeert mee te scoren, waar je probeert mee rijk te worden, want dat is wel degelijk mogelijk voor iemand die er zich op toelegt. En, uh, het is gewoon een feit dat wie niet waagt, niet wint. Ik bedoel, de permanente portefeuille riskeert zo weinig en wint dan ook weinig. Het is niet mogelijk van iets te winnen zonder er. Een... Je moet risico nemen, je moet je geld op iets durven inzetten om te scoren. En ook wie niet waagt, blijft maagd, want al dunde leert men. en Het is door te investeren, het is door je geld erop in te zetten en te verliezen dat je je vak zult leren. Dus een variabele portefeuille is iets heel nuttigs. Sommige mensen kiezen van heel hun kapitaal erop in te zetten. Mijn broer bijvoorbeeld ook, en ik vind dat best oké. Okay. Uh, ik bedoel, hij wil er zijn vak van maken van te investeren. Mensen die goed investeren zijn van cruciaal belang voor de economie. Ik bedoel, mensen die voordat goudgas tegen goud kopen, helpen de economie, want zij waarderen goud als eerste op de juiste plaats. Mensen die aandelen gaan kopen voordat de massa ze koopt. Doen iets goed voor de economie. Zij erkennen dat de aandelen gaan stijgen, dat de toekomst ligt in die bedrijven. En zij zijn als eerste van er een degelijke prijs aan te geven, ja? waardoor dat die bedrijven beter kunnen groeien. Dus, Wil, moest iedereen een permanente portefeuille hebben? Het zou een totaal drama zijn voor de economie. En, um, dus, het is heel goed dat we speculanten hebben, het is heel goed dat we investeren. En het is best oké okay dat je kiest van je kapitaal volledig te beleggen, volgens wat jij denkt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Bewaring geld effecten. Dat is wel een andere zaak. Dus je kunt uh, wel, allez, al je kapitaal, zo gezegd, behouden. Maar uh, als je tussenspeler failliet gaat, dan zit het ook kwijt. Hè? Dus. Uh, uh, en dat is toch wel iets dat vandaag heel belangrijk is. Hè? Als je als als een goede investering doet in een wat, en plots is het weg, omdat de tussenspeler failliet gaat, ja, dan zit het ook verloren. Dus. Uh, dat is iets waar je heel goed moet over nadenken. Ja, en om te begrijpen uh, om te begrijpen hoe gevaarlijk de banken zijn, moeten we begrijpen wat er vandaag gebeurt, en dat is namelijk dat de waarderingen van alles nu in dalende lijn zijn, en dat um, al die banken niet kunnen blijven bestaan. Um, want al die banken hebben al die, al, die, al die investeringen gefinancierd, en het probleem is, ze hebben geen eigen kapitaal. Ze hebben al dat geld genomen van de spaarders, allemaal geïnvesteerd in vastgoed, in bedrijven. Ja. En hun eigen kapitaal is officieel een tiende, maar he, al makkelijk eigenlijk maar een twintigste. Je hebt er zelfs die maar een vijftigste hebben. He. En dus dat is gewoon zo zeker als een klontje dat wanneer dat je een depressie krijgt, wanneer dat de waarderingen dalen, dat die banken enorme verliezen gaan boeken en dat ze dat niet kunnen betalen met hun eigen kapitaal. En dat ze dus uh, failliet gaan. En niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Want als het eigen kapitaal is weggeveegd, dan zijn ze failliet. En dan gaan ze misschien nieuw geld krijgen. Maar dat is nog altijd, dat nieuw geld is weer maar 21ste. Ja? En dat kan dus weer in no time weggeveegd worden. Ja? En je moet goed opletten ook. Ik bedoel, je kunt beginnen rekenen op al die bail-outs, maar het is een hè? En sommigen gaan wel degelijk niet gered worden. Hè? Dus uh, allez, dat was de schok van Lehman Brothers. Hè? Waarom is die failliet gegaan? Oh, omdat Polsen besliste of dat Lehman Brothers geld kreeg. En Paulsen kwam van Goldman Sachs. En uh, Lehman Brothers en Goldman Sachs zijn artsvijanden Al honderd jaar. En dus Paulsen heeft gewoon... Uh, ja, Goldman had de juiste mensen in de politiek. En dus uh, is er in geslacht van Lehman Brothers geen bail-out te geven. En die zijn dus failliet gegaan. Dus uh, pas maar op. Als je rekent op bail-outs, want uh, daarboven... Is het ook een strategospel En uh, het zou wel eens kunnen dat jij de joker bent. Ja. Uh, dan, die 100.000 euro garantie. Ik moet zeggen dat ik daar ook in getrapt ben. Uh, ik heb ook mijn geld gespreid over allemaal banken en uh, zoveel mogelijk rente proberen te krijgen. Maar uh, ja, als je dan die blog begint te schrijven en je begint allemaal te onderzoeken, dan merk je toch dat het eigenlijk niet kan, dat dat niet klopt. Uh, ten eerste... Voor die dat nog niet weten, die 100.000 euro garantie is niet van toepassing voor iemand die schulden heeft bij de bank. Ja? dus als uw schuld groter is, als uw rekeningen, gaat een nul krijgen. Ja? want dan gaat de bank failliet en dan zegt de curator: ah, meneer heeft nog een schuld van dat en meneer heeft rekeningen van dat. Ah, dan trekken we dat af. Hè. Een schuld van 100.000 euro, rekeningen van 50.000. Ah, uw schuld is nu 50.000 euro minder meneer en de andere 50 komen we later halen. Hè. dus uh, dan zijn uw rekeningen kwijt. Dus uh, als je schuld hebt, weet al op voorhand dat je geen bail-out krijgt. Uh, ook al diegenen die meer dan 100.000 hebben op rekeningen, en dan is dat niet alleen een spaarrekening, dat zijn ook effectenrekeningen, dat zijn ook kasbonds, hè. dat is eigenlijk je totaal kapitaal dat daar bij die bank staat en dat uitgelend is aan de bank, dat mag niet meer zijn dan 100.000, want dan krijgt ook al zeker geen bail-out. En een fonds met kapitaalsgarantie is iets heel populair in België, en uh, ja, dat is een drama. Hè. Ik bedoel, dat is niet van toepassing, die, 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 die garantie op zo'n fonds. Dus als de bank failliet gaat, een fonds met kapitaalsgarantie heeft... Wat is dat? Dat is zogezegd het idee van, oh, je stapt in de beurs en als het goed gaat, gaat je winnen. En als het slecht gaat, ga niks verliezen. Ja? Um, maar wat zit daarachter? Uh, wat ze doen, is ze nemen nu geld en ze zeggen, oké, okay, 100.000 euro, super. 80.000 euro gaan we zelf gebruiken en gaan we aan onszelf uitlenen dan gaan we zelf avontuurtjes mee doen. En dan gaan we 20% gebruiken om wat opties te kopen. En uh, ja, als de beurs goed gaat, gaan die opties stijgen in waarde. En dan kunnen we u uitbetalen. Gaat de beurs slecht, dan uh, worden die opties waardeloos. Maar we gaan ook wel avontuurtjes doen met die 80%. Dus dan kunnen we dat waarschijnlijk wel betalen, dat verlies aan die opties. En dan heb je geld terug. Maar als de bank failliet gaat, zijn die 80% dus kwijt. Ja? En... Uh... De garantie is niet eens van toepassing op die fondsen. Het is alleen van toepassing op effectenrekeningen, spaarrekeningen en kasbons. En niet op fondsen met kapitaalsgarantie. Dus, uh, allee, wegwezen. Uh, 100.000 euro garantie is ook onbetaalbaar. Als je kijkt naar een balans van, van een groot bank, die balans is 500 miljard euro. Bij KBC is het 400, bij Dexia is het 800, bij ING weet ik het niet, maar het is meer als bij KBC. Hoeveel?